Oh, wow! Omdat we aan het filmen zijn, no. Wauw. Niet inzetten. Ja, we praten niet in onze slaap. Nee, we praten niet. Jij praat... Oh ja, als je gedronken hebt, spreek je Frans in je slaap. Dat is... Dat weet ik niet. Je ne sais quoi. Ik was je ook een keer kwijt in de ochtend. Nergens te vinden. Was hij gaan joggen ineens uit niets. Dat moet je echt een briefje achterlaten. Dus ik dacht echt thuis ontvoerd. Het is nooit donker in onze slaapkamer. We hebben een, ja, het is wel gewoon een heel mooi groot hoekraam. We weten eigenlijk niet zo goed wat we daar voor het raam moeten hangen. En daarom hangt er niks. En daarom hebben we eigenlijk altijd een overbelichte kamer. En inkijk. Dat ook. Ja, de buren kunnen ook meegluren als ik de douche uitkom. Licht heeft zeker effect op je slaap. Licht kan het seintje doorgeven aan je hersenen dat het tijd is om op te staan. Dus val je lekker in slaap in een donkere kamer. Want echt niet 's ochtends, toch? Vind ik. Kan ook. Ik vind het is echt een ding voor het slapen gaan. Dat kan ook 's ochtends. Dat kan in principe... Ten alle tijden. Dan is het te veel licht. Seks kan zeker je slaapkwaliteit verbeteren. Het maakt namelijk het knuffelhormoon aan. Hierdoor ontspan je en val je makkelijker in slaap. Ja, waarom wil je altijd kijken? Je mag niks zien. Kan het je zien toch? Nee. Jawel. Als jij lekkerder seks wil, ja, dan moet ik me heel erg op mijn gemak voelen. Oké. Dus dan, nou, dan blijft hij zo. Ja, toch? Ja, oké. Ja, absoluut wel. Ja. Ik snap niet waar we het nog niet hebben. Gordijnen geeft toch altijd een soort van theateridee? Gewoon vooral 's ochtends, hè? Zo van hello world. Hello. Liever niet. Nee, liever niet. Een soort van, ik heb geleerd van mijn ouders, als je thuis komt, Jamie, doe je huiskleren aan. Terwijl ik laat ook de kat hier slapen. Ja, waar die allemaal komt. Ik zag net nog een takje liggen. Wel. Ja. Ik wil wel delen, maar ik wil wel eerst dat ik goed lig. En dan mag jij kijken wat er nog over is. Wie doet dat? Dat ben je niet goed. Nee, dat kan je niet. Dat is echt raar. Nou, jij bent het kleine lepeltje. Wat ik ook wil in mijn leven, ben altijd een klein lepel. Maar is dit een standje? Jij bent, nee, ik bepaal. Jij bent de kleine lepel. Is dit een standje? Ik zou het ook heel raar vinden als ik op mijn zij ga liggen en dat jij dan zo achter mij... Dan, nee, dan ben ik de kleine lepel. Oh, zo. Nee, ik ben echt de kleine lepel. Ja. Nee, tijdens? Nee. Tijdens niet, dan slaap ik. Ja, dat zeg ik. Maar wel even voor het slapen gaan, even knuffelen. Een beetje, ja, dat kan wel, een beetje, maar dan... Alain doet dan altijd zo. Van, ja, knuffels klaar. Is klaar, is genoeg. Ja. Yo. Maar dit ook, heb je dit gezien? Ja, ik hou en ook gewoon dat het raam nog steeds open kan. Dat is echt top. Kijk, ook met plantjes. Oh, en hij heeft ook zo'n bocht, dat hoopte ik al. Privacy. Ja, jongens, buurman is klaar. Ja. Oh, kijk hier ook, Alain. Dit ook. Oh, wat gezellig. Gaan we nu vaker het bad gebruiken? Ja, vanavond. Oh. Inwijden. Mooi. Dat is echt heel mooi. Wat een verschil. Ja. Oké, goede kindjes. Zullen we hem vullen, man? Ja, laten we het doen.